Corde, de bekende Nederlandse entertainer, is de afgelopen tijd druk bezig geweest met zijn luxe wereldreis, maar keerde afgelopen weekend onverwachts terug naar Nederland. Hij werd gespot tijdens een avondje uit in een populaire Amsterdamse bar in de Reguliersdwarsstraat, en tot verbazing van velen was hij daar niet alleen. Volgens een bron van het juiste kanaal RealityFB stond Corde constant te zoenen met een andere man. Een foto van Corde en zijn vermeende nieuwe vlam circuleert nu op sociale media. De breuk met zijn voormalige verloofde Gavin lijkt Corde er niet van te hebben weerhouden om verder te gaan met zijn avonturen. Naar verluidt werd hij onlangs gezien op Bali en vervolgens reisde hij door naar China. Hoewel zijn wereldreis tijdelijk lijkt te zijn onderbroken, is het opvallend dat hij niet naar zijn gebruikelijke bestemming, Dubai, is teruggekeerd, maar naar Nederland. Het lijkt erop dat Corde zijn luxueuze levensstijl met volle teugen geniet, want insiders hebben onthuld dat hij alleen al dit jaar maar liefst 3 ton heeft uitgegeven aan reizen. Een bron die onlangs met hem dineerde, deelde mee dat alleen al op de rekening van een diner met 8 personen voor €600 aan flessen water stond. Hoewel Corde momenteel geniet van zijn extravagantie, wordt er gespeculeerd over de duurzaamheid van zijn levensstijl. Evert Santegoets suggereert zelfs dat zijn televisiecarrière binnenkort ten einde kan komen vanwege zijn problematische reputatie en de spanningen die hij heeft veroorzaakt in diverse teams waarmee hij heeft samengewerkt.